Oké, mensen, hallo, we zijn er weer eventjes. En waarom zijn we hier eventjes? We hebben namelijk sinds het moment dat we thuisgekomen zijn, hebben we echt zoveel reacties gekregen van wanneer krijgen we nou eens een keertje een foto of video van mijn godder foto's te zien. Ze zien natuurlijk altijd als we dat, aan het filmen zijn dat mijn godder altijd met de fotostel loopt. Dus nou, en toen gisteren had ik er weer vier die het vroegen en mijn godder zegt van nou moet je het toch eens een keertje gaan maken. He? Ja, ik heb een dus, tijd zat, want het is alleen maar slecht weer. Ja, het is alleen maar slecht weer. Het is zelfs zo dat ik moest een lichtje hier aandoen, want anders dan kon je niet eens zien waar we zitten. Zo donker is het en het is hier ook 10 uur 's morgens. Ja. Maar goed, we hebben foto's uitgezocht. En je hoeveel had foto's had ik gemaakt? 863. Oké. In totaal in die 3 maanden zeg maar 863 foto's. En ik heb er 165 uitgezocht. En die gaan dus 4 seconden in beeld, dat is net genoeg om een foto te zien en dan de volgende. Hm. En we hebben er net terug zitten kijken op de laptop en het zijn wel best wel grote stappen, want 800 zoveel foto's in 3 maanden en dan 165. Dus, ja, maar ik heb natuurlijk al die jaren al zo vaak foto's gemaakt, dus ik heb ook wel plekken dat ik zeg van nou, dat heb ik... Daar heb ik wel genoeg van. Maar het ziet er wel leuk uit hoor. Ja, wij vinden het leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. En de laatste foto is dat we ergens in Frankrijk door het middengebergte heen rijden. En daarna heeft me gewoon eigenlijk geen foto's meer gemaakt. Nee, toen waren we weer op de terugweg en dan krijg je zoveel dubbele foto's. Dat, ja. Dus als jullie denken wat een raar einde. Nou, dat was het gewoon. Ja. Oké, okay, nou. Geniet van de foto of geniet van de foto-video reportage. En nou ja, tot de volgende. Yes.
We'll be right back.